President Desi Bouterse heeft zich gisteren samen met het traditioneel gezag tot laat gebogen over de aanpak van de COVID-19-situatie in het binnenland. Zowel de Marons als de inheemsen waren goed vertegenwoordigd op deze bijeenkomst. Het staatshoofd werd ondersteund door een deel van de ministerraad, het COVID-19-managementteam en verschillende deskundigen onder wie infectioloog Steven Vreden. De traditionele gezagsdragers zijn uitgebreid geïnformeerd over de eventuele gevolgen van COVID-19 op de Surinaamse gemeenschap. Gevraagd is aan de vertegenwoordigers van het binnenland om de boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen aan hun leefgemeenschappen. Daarnaast was het traditioneel gezag ook in de gelegenheid vragen te stellen over ondersteuning die vanuit de overheid is toegezegd. Carlo Lewis van Apura is net als Frank Yafindi van Langatabiki blij met de aanpak vanuit de regering. De dorpshoofden zijn wel bezorgd over de grenzen waar mensen nog steeds ongecontroleerd binnenkomen. Mensen komen nog, dus niet die laatste nog 3 dagen geleden hebben ze 2 Guyanezen daar gepakt, de politie. Dus dat betekent dat mensen nog de kans nemen om te komen. Oversteek te doen, vooral 's avonds. Want de grens is uitgestrekt, begrijp je. Dus als de militairen hier zijn, dan is er een hele grote opening. Dus daarom hebben we de totale gemeenschap nodig. En wij motiveren die mensen, wij vragen die mensen ondersteuning, zodat ze alle informatie aan ons kunnen doorspelen, zodat we direct die dingen kunnen aanpakken. Maar nou wat u vandaag heeft gehoord, bent u tevreden? Ja. Helemaal. Dus tevreden. We hebben afspraken gemaakt en we kijken uit naar de uitvoering, dus naar het realiseren van die afspraken. Vanaf wanneer worden die afspraken nagekomen? Is dat gezet? Vanaf morgen. Hoe actie Granlanti? Voor de Kajepo beschermen, bouwaka krens voor. Oké, de pikutak de Kajepo's bouwaka krens. Maar sa uno wan ile kapten uno wan isoleer des mafu. Want u abisma sa ita Franse, u abisma sa ego afentu, des ego kong. Dan u akside mek de potu an pos, pe u kai scan, pe den kan scan desma go duk de activitei de kong. Want akrens bowak ba, I bowak a Franse, plus serana. Des, if de pota standard ju, dan, dan u tevreden. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt dat de komende dagen er verder zal worden gesproken met de gezagsdragers. De bewindsman is wel positief gestemd over het verdere verloop van het proces. We zijn nog niet helemaal klaar nu. We gaan verder met het traditionele gezag deze dagen door, totdat we alles helemaal op een rij hebben. En dan gaan we dat bekendmaken aan het grotere publiek. In elk geval is gevraagd dat het binnenland beschermd wordt. In die zin van dat we zoveel mogelijk de verspreiding van het virus moeten proberen tegen te houden. In beide richtingen. Ja. Dus zowel vanuit de stad als vanuit het binnenland. Maar in elk geval dat wat buiten is, dat we de grenzen zo dicht mogelijk moeten maken, zodat het virus geen ingang kan vinden in het binnenland. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling gisteren na het gesprek met het traditioneel gezag. De regering heeft zich samen met hem gebogen over de aanpak van het COVID-19-virus in het binnenland.